Wat hebben Japanse origami en botimplantaten met elkaar gemeen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, wie van jullie heeft er vliegangst? Steek even de hand in de lucht. Nou, ik zie een aantal voorzichtige handen. Dat is normaal. Heel wat mensen hebben schrik dat plots tijdens de vlucht de vleugel gaat afbreken of de romp in twee gaat barsten. Maar dat is natuurlijk heel onwaarschijnlijk. Want de materialen die we in de luchtvaart gebruiken, dat zijn supermaterialen die geoptimaliseerd zijn om in extreme omstandigheden te kunnen werken. Ze zijn bijvoorbeeld enorm sterk en tegelijkertijd vederlicht en ook nog eens heel betrouwbaar om lang mee te kunnen gaan. Nu, ik ben als luchtvaart- en ruimtevaartingenieur opgeleid om aan dat soort materialen te gaan werken. Maar ik ben een andere weg ingeslagen en ik doe nu onderzoek naar een ander soort supermaterialen dat ook extreem betrouwbaar en geoptimaliseerd moet zijn. En dat zijn de biomaterialen. Nu, biomaterialen dat zijn eigenlijk synthetische materialen die gebruikt worden in het lichaam, bijvoorbeeld om ziek of defect weefsel te gaan vervangen. En in onze groep aan de TU Delft werken wij vooral aan het ontwerpen van nieuwe biomaterialen die gebruikt kunnen worden om botweefsel te vervangen. En dat noemen wij dan botimplantaten. Nu, het ontwerpen van een goed en betrouwbaar botimplantaat of biomateriaal, dat houdt in dat je ervoor moet zorgen dat dat materiaal aan een hele reeks eisen voldoet. Zo wil je bijvoorbeeld dat dat synthetische materiaal zo goed mogelijk de eigenschappen van het natuurlijke weefsel gaat nabootsen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de stijfheid, hoe makkelijk het vervormt als ik er krachten op zet, of de permeabiliteit, hoe makkelijk vloeistoffen er doorheen kunnen stromen. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat dat synthetische materiaal ook lang en veilig in het lichaam kan blijven en dat het zeker geen schadelijke stoffen afgeeft. Nu, de klassieke manier om een materiaal zodanig te gaan ontwerpen dat het aan die eisen voldoet, is door te spelen met de chemie van het materiaal. Want de chemische bestanddelen en de verbindingen tussen die bestanddelen, nou, die bepalen de materiaaleigenschappen. Bijvoorbeeld, als je van een bepaald chemisch bestanddeel meer toevoegt aan die chemische mix, dan kan je je materiaal sterker maken of flexibeler of zo. Maar daar zijn wel wat limieten aan. Je kan niet zomaar eender welke combinatie van materiaaleigenschappen gaan behalen door met de chemie te spelen. Je kan niet zomaar even zeggen, ik ga een materiaal chemisch ontwerpen dat de sterkte heeft van metaal en tegelijkertijd de flexibiliteit van rubber. Nu, mede daarom gebruiken wij een iets andere strategie om nieuwe materialen te ontwikkelen met specifieke en vaak ongewone eigenschappen. En dat doen wij niet door te spelen met de chemie van het materiaal, maar door te spelen met de microstructuur. En wat we eigenlijk doen, is we gaan dat materiaal op een kleine schaal, op een precieze manier gaan ordenen, zodanig dat de eigenschappen van dat materiaal niet meer zozeer bepaald worden door de chemie, maar juist door die precieze structuur. En materialen waarbij dat het geval is, dat noemen wij metamaterialen. Nu, er zijn heel veel soorten metamaterialen. Er zijn bijvoorbeeld materialen die door middel van hun structuur licht kunnen ombuigen of geluidsgolven absorberen. Maar wij zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd in de mechanische eigenschappen van die materialen. Dus wat er gebeurt als we er krachten op inwerken. En om jullie te tonen hoe je met structuur de mechanische eigenschappen van een materiaal kan aanpassen, toon ik jullie even dit stukje rubber. Nou, dit stuk solide rubber, dat is wel flexibel, maar ik kan dat niet zo heel makkelijk uittrekken. Nu, als ik exact hetzelfde rubber neem, maar ik geef het een precieze structuur, in dit geval een patroon van allemaal zes hoekjes, een honingraatstructuur, ja, dan kan ik het plots heel makkelijk gaan uittrekken. Ik heb niets veranderd aan de chemie van dit materiaal. Ik heb het gewoon een structuur gegeven. En wat u ook ziet als ik het materiaal in de ene richting uittrek, is dat het opmerkelijk dunner wordt in de andere richting. En dat is een eigenschap die heel typisch is voor nagenoeg elk materiaal in de natuur. Nu, ik kan ook met die structuur gaan spelen. Ik kan bijvoorbeeld dat patroon van zes hoekjes veranderen in een patroon van strikjes. Zoals hier. En dan gebeurt er iets heel anders als ik het ga uittrekken. Nu wordt het helemaal niet smaller. Nee, het zet zelfs een klein beetje uit. En materialen die deze bijzondere eigenschap hebben, dat noemen wij
auxetische materialen en die zie je eigenlijk niet terug in de natuur. En die bijzondere eigenschap is dus niet het gevolg van de chemie, maar totaal het gevolg van die precieze microstructuur. Dus door op de juiste manier die microstructuur te gaan ontwerpen, kan je nieuwe en atypische eigenschappen aan je materialen toekennen. Maar je vraagt zich misschien af, ja, hoe ga je die microstructuur dan ook daadwerkelijk maken? Wel, daarvoor maken wij gebruik van 3D-printen. En er zijn heel veel verschillende soorten 3D-printprocessen, maar ze werken eigenlijk altijd op dezelfde manier. Je gaat je structuur laagje per laagje opbouwen. En in ons geval maken wij gebruik van een 3D-printer die werkt op basis van titaniumpoeder. En dat proces gaat als volgt. De 3D-printer die legt eerst een laagje titaniumpoeder leeg neer. Dus dat zijn allemaal titaniumkorreltjes. Dan gaat daar een heel krachtige laser overheen die het materiaal zodanig gaat verhitten op bepaalde plekken dat die korreltjes aan elkaar smelten. En dan gaat er weer een laagje poeder overheen en zo herhaalt dat proces zich heel de tijd tot je uiteindelijk dit soort structuurtjes krijgt. Heel poreuze, mooie, geprinte structuur. En het mooie aan dat 3D-printen is dat je met één en dezelfde printer oneindig veel variaties van verschillende structuren kan gaan maken. En in de medische wereld is dat heel aantrekkelijk, want op termijn zou je bijvoorbeeld met dezelfde printer voor iedere patiënt afzonderlijk een precies passend implantaat kunnen printen. Dus met dat 3D-printen kunnen we eigenlijk al heel wat. Maar in onze groep gaan we nog een klein stapje verder in onze zoektocht naar nieuwe manieren om materialen te maken en structuur te geven. En gek genoeg laten we ons daarvoor inspireren door de eeuwenoude vouwkunst origami. U kent het wel, dit soort mooie kraanvogeltjes die gevouwen worden uit één vel papier. Nu, het verbaast u misschien als ik zeg dat over de hele wereld wetenschappers al jaren bezig zijn met het bestuderen van de wetenschap en de wiskunde achter origami. En er zijn ook al heel wat toepassingen. Aan de NASA bijvoorbeeld, in Amerika, is er een vouwpatroon ontwikkeld om de zonnepanelen van satellieten efficiënt op te kunnen vouwen voor tijdens de lancering. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Je hebt een mooi compact constructie en die kan zich dan helemaal mooi ontvouwen met behulp van origami. Maar origami is ook erg nuttig als je structuur wil toekennen aan een niet zo interessant materiaal. Bijvoorbeeld, dit simpele velletje papier heeft niet echt noemenswaardige eigenschappen. Het kan zelfs zijn eigen gewicht niet dragen. Maar als ik dat papier nu structuur geef met een vouwpatroon, dan wordt het plots veel stijver. En het gedraagt zich ook helemaal anders. Kijk, als ik dit papier in deze richting ga uittrekken, zie je, dan wordt het dunner. Dan zet het uit in de andere richting. En hebben we dus terug een auxetisch materiaal gecreëerd, enkel op basis van structuur. Nu, dames en heren, ik kan mij inbeelden dat u zich nu afvraagt, na mijn verhaal over structuur en 3D-printen en zelfs origami, hoe gaan we nu ook daadwerkelijk de stap maken om dat toe te passen in medische implantaten? Nou, om die vraag te helpen beantwoorden, nodig ik graag mijn collega Ingmar uit op het podium. Geef hem maar even een applaus. Hey. Nou, Ingmar, kan jij daar een antwoord op geven? Jazeker. Ik ben biomedisch ingenieur en ik ben zeer geïnteresseerd in hoe we nou dergelijke metamaterialen kunnen gebruiken. En dan vooral voor medische toepassingen. En het is voor mij dan ook echt fantastisch om met mensen zoals Sebastien te mogen samenwerken die dergelijke materialen ontwikkelen. Ja, en langs mijn kant is het natuurlijk ook heel leuk om met mensen als Ingmar samen te werken die dit soort structuurtjes daadwerkelijk proberen toe te passen. Maar als ik dus maar de juiste 3D-structuur aanlever, dan maak jij daar het ideale implantaat van. Nou, de structuur is zeker belangrijk, maar er komt toch echt wel iets meer bij kijken voordat we dergelijke materialen gelijk kunnen gebruiken voor medische producten. Nou, dat is volledig jouw terrein, dus ik laat het podium aan jou. Ja, om dit te illustreren heb ik twee voorbeelden meegenomen. Allereerst, dit herkent u mogelijk wel als een heupimplantaat. Ik weet niet, zijn er toevallig hier mensen aanwezig met een dergelijk implantaat? Herkent u deze vorm? Ja, dat is er dus zo een. En waar we naartoe willen, is zo'n structuur. Een poreus implantaat dat geïnspireerd is op de unieke eigenschappen van metamaterialen. En ook nog eens op maat gemaakt kan worden voor de patiënt. Maar de vraag is nu, heeft een dergelijke poreuze structuur nu alleen maar voordelen voor het gebruik van botimplantaten?
En het antwoord is nee. Als we namelijk naar zo'n structuur kijken, dan zien we dat dit een heel groot oppervlakte heeft. En u kunt zich mogelijk wel indenken dat daarmee het risico dat bacteriën zich vasthechten aan een dergelijk oppervlakte verhoogd wordt. Kortom, het gebruik van dergelijke poreuze structuren kan het risico op infectie vergroten. En om u een idee te geven hoe groot dit probleem kan gaan worden, op dit moment worden er in Nederland jaarlijks zo'n 50.000 van dit soort implantaten geplaatst. En dit aantal is groeiende. Gelukkig bedraagt het percentage infecties slechts 1-2%. Maar toch schrik ik ervan hoe vaak ik verhalen hoor van patiënten met implantaatinfecties. En dan met name van de ernst van hun verhalen. U moet zich indenken dat het leven van deze patiënten totaal op zijn kop staat, omdat zij gedurende meerdere maanden of soms zelfs jaren talloze operaties moeten ondergaan. En dit is een dusdanig zware behandeling dat een aantal patiënten gedurende deze periode komt te overlijden. Dus kunnen wij nu niet iets verzinnen wat dergelijke infecties zou kunnen voorkomen? Want ja, het spreekwoord is immers niet voor niets. Voorkomen is beter dan genezen. En als we nu even nadenken in de context van slimme materialen, zouden we dan niet een implantaat kunnen maken wat bijvoorbeeld uit zichzelf al bacteriën zou weren? Dus met andere woorden, een soort zelfverdedigend implantaat. De oplossing hiervoor, die ligt aan de oppervlakte. Wat bedoel ik daar nu mee? Daar bedoel ik mee dat we alleen de buitenste laag van het materiaal gaan bewerken. Dus we bewerken echt alleen het oppervlakte en we laten daarmee de structuur en dus ook de unieke eigenschappen van het metamateriaal intact. Nou, om dat uit te leggen, neem ik u even mee naar mijn eigen onderzoek. Ik begin vanuit de microstructuur en dat kunt u zien als een bouwsteen. En door nu verschillende van die bouwstenen op elkaar te stapelen, kunnen we een implantaat creëren met unieke structurele eigenschappen. Vervolgens fabriceren we dit ontwerp met behulp van een 3D metaalprinter en dan hebben we uiteindelijk een hoogporeus titanium implantaat. En dit implantaat gaan we nu zelfverdedigend maken door een elektrochemische oppervlaktebehandeling toe te passen. Hierbij dompelen we het implantaat onder in een vloeistof. Dat noemen we een elektrolyt. We plaatsen hier een tweede elektrode bij en op deze manier hebben we een gesloten elektrisch circuit. En we gaan het oppervlakte zelfverdedigend maken door zilveren nanodeeltjes toe te voegen aan het oppervlakte. Nou, op zich is de antibacteriële werking van zilver niks nieuws. De oude Egyptenaren maakten er bijvoorbeeld al gebruik van. Maar wij passen het toe in de vorm van nanodeeltjes. Omdat we op die manier de zilverdosis zo laag mogelijk kunnen houden en daarmee bijwerkingen kunnen voorkomen. Want we willen immers geen implantaat maken dat vervolgens wordt afgestoten door het lichaam. Hoe krijgen we die nanodeeltjes nu in het oppervlakte? Heel simpel, we zetten gewoon de stroom aan. En wat er dan gebeurt, is dat lokaal het oppervlakte zo heet wordt dat letterlijk de vonken er vanaf spatten. En dat wil ik u even laten zien. Nou, het is toch prachtig? Ik kan hier echt uren naar kijken en dat heb ik inmiddels ook al wel gedaan. Wat we hier dus zien, is dat heel eventjes, in een fractie van een seconde, wordt het oppervlakte zodanig verhit dat het heel even lokaal smelt. Dus de buitenste laag die smelt heel even. En op dit moment worden die zilveren nanodeeltjes onderdeel van het oppervlakte. En hebben we dus een zelfverdedigend implantaat gemaakt dat aan de ene kant actief bacteriën weert zodra die het oppervlakte naderen, terwijl we tegelijkertijd ook botcellen aantrekken. En dit laatste, dat realiseren we door calcium en fosfaat toe te voegen aan de elektrolyt. En dat zijn niet geheel toevallig precies de twee elementen waar onze botten voor een groot deel ook uit bestaan. En op die manier kunnen we dus de integratie tussen botweefsel enerzijds en het implantaat anderzijds versterken, waardoor het implantaat netjes op zijn plek blijft zitten en daarmee ook de levensduur van het implantaat verlengd wordt.
Om nu de werking van dergelijke zelfverdedigende implantaten te demonstreren, laten we actief bacteriën groeien op dit oppervlakte. Hier ziet u een onbehandeld oppervlak dat na slechts 2 dagen al chockvol zit met bacteriën. En dit is al hard op weg om een zogeheten biofilm te vormen. Dat kunt u zien als een soort microkolonie van bacteriën die zich vasthecht aan het oppervlakte en nauwelijks te verwijderen is. En dit wil je als patiënt dan ook absoluut niet hebben. Bekijken we nu een zelfverdedigend oppervlak onder dezelfde omstandigheden, dan zien we dat hier helemaal geen bacteriën aanwezig zijn. Dus om alles nog even op een rijtje te zetten, we beginnen dus vanuit de microstructuur met de unieke eigenschappen van het metamateriaal. We gaan deze microstructuur stapelen tot een implantaat dat we vervolgens fabriceren met een 3D-metaalprinter. En dan maken we door middel van een oppervlaktebehandeling uiteindelijk een zelfverdedigend implantaat dat infecties kan voorkomen. Toch klinkt het nog iets wat complex, want we gaan eerst een complexe 3D-structuur maken met behulp van een 3D-printer, die we daarna met een ingewikkeld oppervlakteproces moeten behandelen om infecties te voorkomen. Zou dit niet makkelijker kunnen? Nou, de vraag van dit college was: wat hebben Japanse origami en botimplantaten met elkaar gemeen? En voor dit college had u waarschijnlijk gezegd: wat een stomme vraag, helemaal niks natuurlijk. Het zou kunnen dat origami ons kan gaan helpen bij het maken van toekomstige botimplantaten. U kunt zich mogelijk wel indenken dat het een stuk makkelijker is om een oppervlakte te bewerken wanneer dit een vlakke plaat is, dus wanneer het zich in 2D bevindt, dan wanneer u een complexe 3D-structuur moet gaan bewerken. Dus wat is nu het idee? We pakken zo'n materiaal in 2D, bewerken dit met bijvoorbeeld zilveren nanodeeltjes en vouwen het daarna op tot een complexe 3D-structuur. Nou, op dit moment zijn we nog niet zo ver dat we weten hoe we implantaten moeten vouwen, maar we kunnen toch al vrij complexe structuren vouwen. Door slim gebruik te maken van de structuur kunnen we metamaterialen maken met unieke structurele eigenschappen. En dit is een ongelooflijk interessante ontwikkeling om bijvoorbeeld botimplantaten te verbeteren. Op dit moment kunnen we dergelijke implantaten al fabriceren met behulp van een 3D-metaalprinter. Maar daarna hebben we toch een iets wat omslachtig oppervlaktebehandelingproces nodig om bijvoorbeeld infecties te voorkomen. Nou, wellicht dat in de toekomst een combinatie van origami en oppervlaktebehandeling kan leiden tot het vouwen van ideale botimplantaten. En ik hoop dan ook dat een aantal van jullie nog baat zullen hebben bij een zelfverdedigend origami implantaat. Dank jullie wel.